Ladies and gentlemen. Hi, ik ben Brigitte van Gentvoort, 24 jaar en ik ben veredelingsassistente. Ik werk sinds 7 maanden bij Anthura. Dat is een veredelings- en vermeerderingsbedrijf van Anthurium, Phalaenopsis en tuinorchideeën. We zitten hier in Bleiswijk met 7 vestigingen. Daar hebben we zo'n 195 vaste medewerkers en jaarond nog 120 uitzendkrachten. In Duitsland hebben we ook nog een vestiging en in China ook nog. En daar werken samen zo'n 200 mensen. We zijn het grootste Anthurium veredelingsbedrijf ter wereld. En per jaar exporteren we zo'n 50 miljoen kleine plantjes. Die gaan zowel naar Nederland als naar het buitenland. En het buitenland is zo'n 70 landen. Van sommige planten is maar 1 beschikbaar, omdat die gewoon niet zo vaak voorkomen. En daardoor is die genetica dus echt heel bijzonder en is die plant heel erg waardevol. Het leukste vind ik het kruisen. Je bent dan heel erg aan het denken, maar ook toch nog weer met je handen bezig. Dus dat denken en doen samen. En ja, dat kruisen, je combineert 2 bloemen en je weet nog niet wat eruit gaat komen. Als je 2 verschillende soorten, ja, misschien wel heel erg krijgt hij het uiterlijk van de een of juist van de ander of juist die mix waar je op hoopt. Ik heb nog geen van mijn kruisingen natuurlijk in bloei gezien, dat duurt nog eventjes. Maar ja, daar wacht ik wel op. De eigenschappen die je nodig hebt is een oog voor detail. Je moet geduldig kunnen werken, ook heel precies. En je moet een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Ik heb HAVO gedaan, het profiel Economie en Maatschappij met als keuzevak Biologie. Ik ben Greenport Business and Retail gaan studeren aan de Hogeschool in Holland, Delft. Ons gezamenlijk doel is om in de loop der jaren eigenlijk een betere, mooiere plant te krijgen. Misschien met meer bloemen, bijzondere kleuren. Ja, en kijken naar wat de consument wil en dat proberen te krijgen. Ik ben Camiel de Jong, ik werk nu 6 jaar bij Anthura. Ik ben samen met Brigitte verantwoordelijk voor de veredeling en ontwikkeling van winterharde orchideeën. Daar ben ik eigenlijk zelf al mee begonnen, thuis in een labje. Dat was eigenlijk een hele leuke uitdaging om dat te doen. Na mijn VWOB ben ik biofarmaceutische wetenschappen gaan studeren. Biofarmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Leiden. En daar ben ik afgestudeerd in het vak farmacognosie. En dat is de wetenschap van geneesmiddelen uit planten. Na deze studie ben ik gepromoveerd aan de Wageningen Universiteit in moleculaire plantenziektekunde. Je krijgt heel veel uitdagingen. Ik hou ervan om iets van het begin af aan op te bouwen. En bij Anthura krijg je daar heel veel vrijheid voor om dat te doen. Maar je moet het natuurlijk wel waarmaken. Binnen Anthura is bijna alles geautomatiseerd. Zo ook in de veredeling. In de veredeling hangt een draadloos netwerk en elke plant die daar staat is voorzien van een barcode. Ook de teeltmanagers binnen Anthura gebruiken een iPhone waarmee ze hun processen kunnen controleren en ook kunnen besturen. Ik ben Lars Smit, ik ben 25 jaar. Sinds 9 jaar ben ik werkzaam bij Anthura. En ik ben doorgegroeid tot afdelingshoofd binnen Anthura. Plan ik organiseer, ik geef leiding, ik werf en selecteer nieuwe collega's. En daarnaast ben ik verantwoordelijk voor hier voor de kas, voor het klimaat, voor het watergift en voor het transport van en naar deze locatie. Daarnaast koop ik alle materialen in die we hier nodig hebben. Ik ben zelf altijd op zoek naar een uitdaging. En binnen Anthura hoef ik eigenlijk niet ver te zoeken, die is er gewoon. 2 jaar geleden heeft Anthura een nieuwe kas geopend op de Cyclamenweg. Van 12 hectare. Ik ben eigenlijk van begin af aan bij die ontwikkeling erbij geweest. En zijn we met hele grote stappen vooruit gegaan. Ik heb een leuke werkomgeving met een goede sfeer. Word overal bij betrokken. En daarnaast heb ik heel veel verantwoordelijkheden die ik alleen uit kan voeren. Ja, en wat ik eigenlijk het leukste vind van mijn hele werk is als je een kruising hebt gemaakt en hij komt eindelijk tot bloei. En daar komt dus een hele mooie kruising. Nou, daar kun je dagenlang blij van blijven. Het is echt super. Ik voel me helemaal op mijn plek en ik heb het hartstikke naar mijn zin. Dus ja, je hoeft niet per se groene vingers te hebben om in de tuinbouw terecht te komen. Want er zijn ook zoveel andere functies hier binnen het bedrijf, maar ook bij andere bedrijven. Technisch, maar ook marketing en verkoop en van alles. Je kan altijd wel hier werken. Voor ons is het heel bijzonder dat de planten die jullie thuis in de tuin hebben staan, dat wij die hebben gemaakt.